Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Nou, vandaag ben ik niet alleen. Fijke is er weer bij. Hoi. En we gaan lekker zoeken. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Dus op naar mooie vondsten. Sowieso. Ja, mijn eerste vondst. Een versiersel dingetje. Nou, op naar meer. Ja, ja. Mijn volgende vondst. Ik heb geen idee wat het is. Een versiersel ergens van, denk ik. Maar het is heerlijk weer. Zonnetje in ons gezicht. Ja, ja. Net geen munt, schatje. Maar ik heb, volgens mij zijn dit twee muntjes op elkaar. Hoe grappig is dat? Nou, daar ligt hij. Een bochtje. Superleuk. Hij is een beetje saai. Niet versierd, maar desalniettemin een leuke vondst. Yes, mijn volgende vondst. Een gespje, denk ik. Hij is een beetje versierd. Maar het is wel een aparte vorm, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik weet niet helemaal zeker of het een gespje is. Misschien een broche of zo. Fijke heeft daar wat leuks gevonden. Te zien natuurlijk in zijn video's. En ik heb dit. Ik heb geen idee wat het is. Het is helaas kapot. Volgens mij staat hier. Even kijken waar het is. Hier, 1918. Maar ik kan het niet goed lezen. Dus, als jullie weten wat het is, laat het weten in de reactie. Ja, ik denk dat het een lepel is. Misschien een soeplepel of zo. Dat is een beetje hol namelijk. Ja, ik heb nu iets gevonden. Ik denk dat het iets van bestek is. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet heel goed helemaal zeker. Het is zo'n rare vorm namelijk. Misschien een raar opscheplepeltje of zo. Geen idee. Ja, ik heb wat leuks gevonden. We hebben net even een boterhammetje gegeten. En ik sta eigenlijk even hier op de plek waar we net gegeten hebben. En ik heb een halve krotelbel. Superleuk! Nou, ik maak mijn gat open en moet je kijken wat er ligt. Super vet. Ik ga hem er even uithalen voor jullie. Het is gewoon een zakhorloge. Met wijzerplaat. En het glas zit er ook nog op. Super vet. Wauw. Echt heel blij mee. Ik ga hem even schoonmaken. Ik ben zo terug. Nou, ik heb even de tijd genomen om hem schoon te maken. Dan ga ik hem jullie nu laten zien. Tenminste, voor zover je het kan schoonmaken. Want ik wil er wel heel voorzichtig mee zijn. Maar er staat nog wat tekst op. Hieronder, hierboven bedoel ik. Maar misschien, als jullie het weten, kunnen jullie mij vertellen uit welke tijd dit horloge komt. Super gave vondst. Heel blij mee. Yes! Nou, daar is Fijke hoor. Hij is ook mee. Dat had ik al gezegd. Maar, gezellig hè? Als jullie nou de vondsten willen zien die Fijke heeft gevonden, kijk even bij hem. Linkje in de beschrijving. Ja, dat wou je zeggen. Maar je hebt wat leuks gevonden. Ja, nee, dit is weer zoiets waarvan je denkt van, wat is het in hemelsnaam? Oh, ja, dat is hè. Ik doe even een anemiekje. Ik deed even een anemiekje. Het is echt besmettelijk hoor, ja, ik zeg het altijd. Ja. Hey, er zit hier een gaatje voor een oog. Misschien heeft daar een pinnetje doorheen gezeten. Misschien heeft het daarmee bevestigd gezeten. Maar
Ik heb geen idee wat het is. Ik zei net ook, het lijkt een beetje wat ik thuis in de open haard heb. Dat het oog of het tandje erachter blijft hangen. En dan kan je hem zo op verschillende standen zetten. Maar ik heb werkelijk waar geen idee of het dat is. Dus mocht iemand weten wat dit is, dan horen wij het graag. Ja, plaats een reactie. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik heb geen idee wat dit is. Het staat een hartje op. Bloemetje-achtig. En hier zitten twee soort drukknoopjes of zo. Nou, in ieder geval weer een leuke vondst. Ja, nou heb ik meerdere ringdingen bij elkaar. In de vorm van een kettingje. Ja. Geinig. Nou, live dik. Met Fijke. Ja, mooie 75. Op het rij-scherm een mooie rechte streep. Nou, ik zeg graven. Dus ik zei tegen Annemiek van laten we deze maar graven. Want een live dik van een stukje koper is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is het nadeel van een live dik, hè? Ja. Maar ja, ook wij halen... Wat moet ik doen als het zilver is? Een dansje. Dansje, oké. Ik dacht ik moet weer een koprol door een greppel maken. Oh ja, dat mag ook. Maar wat jij wil. Ik moet natuurlijk wel eerst kijken of het eruit is. Het is eruit. Maar nu? Nu is het spannend wat het is. Ja, deze unit helpen. Kom maar. Kom maar. Kom maar, ik wil je helpen. Even een stukje natuurdocument. Ja. Nou, het is in ieder geval klein. Ik dacht een bikkel, maar... Een hot rock. Het is toch niet echt een hot rock. Nee, maar dat is niet je signaal. Nee, dat is... Nee, dat kan niet. Maar die komt niet zo hoog binnen. Nee, dit geeft ook geen signaal. Nee. Dus hij zit er nog in. Zo, plots. Hij zit er nog in waarschijnlijk. Ja, hij zit er nog in. Jemig, wat spannend dit zeg. Even een spannend muziekje onder. Een stukje glas. Ruimen we zo meteen op. Oh, hij ligt aan het oppervlak. Ja. En dan kan het mezelf een trekliftje zijn. Als dat zo is. Is dit het? Dat is wel heel klein, zeg. Ja. Eentje, Mina. En dat gaf zo'n mooi signaal. Maar wat is het? Weet een ringetje. Het? Een koperen ringetje of zo? Een koperen Romeinse ring. Nee, ik weet het niet. Nou, heel bijzonder. Dat was het. Maar ja, zo zie je maar. Ook wij vinden troep. Troepies. Vooral troep. Ja. Over en uit. Nou, ik heb wat gevonden. En dat vind ik wel vaker. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Dus, als jullie zouden weten wat het is, hoor ik het natuurlijk graag. Het is best wel zwaar. Ja, meer kan ik er niet over zeggen eigenlijk. Ja, ja. Ik heb een leuke vondst. Het is een speelgoed iets. En het is rond. Nou, mogen jullie even raden wat het is? Het is een speelgoedwiel. Super gaaf. Deze is nog helemaal compleet. Echt heel blij mee. Herstel bijna compleet. Hij mist een spaak. Ik heb iets gevonden en ik weet dat Fijke het heel leuk vindt om die te vinden. Ik ben benieuwd of jullie het ook weten. Laat het even weten onder in de reacties als jullie weten wat Fijke leuk vindt om te vinden. En dan ga ik het jullie nu laten zien. Het is, hadden jullie het goed? Een fietsbel. Ja, hij heeft ooit een keer in de video's gezegd dat hij dat leuk vindt om te vinden. Nou, ik ben benieuwd of jullie het wisten. Nou, ik denk een van de laatste vondsten. We zijn een beetje op de terugweg. Maar toch nog een tapkraantje. Ik denk niet heel oud, maar toch weer een leuke vondst. Nou, dit was het weer.
Ik heb een leuke dag gehad, Fijke. Ja, hallo. Ja, ik heb... Ja, superdag. Ja, het was mooi weer. Toch ook wel leuke vondsten gedaan. Ja, zeker weten. Een aantal primeurtjes voor Fijke. Dus vergeet niet bij hem even te kijken. Zoals gezegd, linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. En onthoud, een dag niet gezocht is een dag niks gevonden. Zo is dat.